De wereldwijde groeivertraging sinds de zomer van vorig jaar houdt aan. Wereldwijd suggereert het dalende ondernemersvertrouwen dat de economische groei dicht aanleunt bij 2% op jaarbasis. Dat is duidelijk minder dan het gemiddelde van de voorbije jaren. En een kentering zit er niet onmiddellijk aan te komen. Met de voortdurende handelsspanningen en de Brexit-saga liggen de risico's eerder neerwaarts. In de Verenigde Staten zien we dat de consument nog altijd de drijvende kracht blijft achter de conjunctuur. Dat is vooral te danken aan de positieve reële loonontwikkeling die we zagen de voorbije jaren op de arbeidsmarkt. Maar ook hier is het duidelijk dat de economische activiteit vertraagt en dat de malaise industrie de vertrouwen in de dienstensector aantast. En dus dat betekent dat de economische groei, die vorig jaar nog op 3% lag, vandaag allicht min of meer onder de 2% inkomt. En dat is natuurlijk een beetje twijfelachtig. En daarop anticipeerde de Amerikaanse Federal Reserve Bank al door zowel in juli als in september de rente te verlagen, telkens met 25 basispunten. Daardoor ligt de Amerikaanse beleidsrente nu in een vork tussen de 1,75 en 2%. En het ziet er niet naar uit dat het daarbij zal blijven, zoals Powell eerder al wel suggereerde. Maar de verwachting is toch, in lijn met wat obligatiemarkten vandaag al inprijzen, dat er nog verdere renteverlagingen komen. In Europa blijft ook de economische activiteit zwak. In Duitsland kunnen we gerust spreken van een industriële recessie. En ja, de risico's ook hier liggen wellicht eerder neerwaarts als Trump straks zou beslissen om ook zijn protectionistische pijlen te zou gaan richten op de Europese auto-industrie. Ook hier zien we dat de dienstensector verzwakt, activiteit in de dienstensector neemt wat gas terug. Bedrijven zijn minder geneigd om extra personeel aan te nemen en ook het consumentenvertrouwen zit recent een stapje terug. En tegen die achtergrond nam ook de ECB al stimulusmaatregelen vorige maand door de beleidsrente negatief te maken, verder negatief te maken en extra aankopen aan te kondigen van overheidspapier en bedrijfspapier. In eerste instantie zal de nieuwe voorzitter Christine Lagarde, die volgende maand de fakkel overneemt van Mario Draghi, het daarbij laten. Maar voor volgend jaar is het toch mogelijk dat er nog verdere maatregelen komen. Ook al is dat vandaag gecontesteerd en zou eigenlijk meer de nadruk moeten gelegd worden op fiscale investeringen, duurzame investeringen voor de toekomst. In de opkomende landen, tot slot, zien we een aantal tekenen van stabilisering. Er zijn wel grote verschillen tussen landen. Rusland en Polen, Mexico blijft moeilijk, maar wel wat verbetering in landen als Filipijnen, Brazilië of China. Met betrekking tot dat laatste land zal allicht wel de druk op de groei eerder neerwaarts blijven. Je hebt de oplopende handelsspanningen die nog altijd gelden. En je hebt ook striktere regels die gepland zijn voor de vastgoedmarkt. Dus al bij al kunnen we dus ook in China nog verdere stimulusmaatregelen verwachten.